Welkom bij het webinar Bewegen en Sporten met Schildklierklachten. Deze webinar wordt georganiseerd door de Schildklierorganisatie Nederland in de Week van de Schildklier. Mijn naam is Marlies Moor en ik ben directeur van deze patiëntenorganisatie. En het is ongelooflijk, maar we zijn hier met meer dan 1300 deelnemers. Natuurlijk is ons bestuur aanwezig en vele van onze vrijwilligers. Allemaal welkom, ook alle andere geïnteresseerden. Omdat het de Week van de Schildklier is, werken we aan extra awareness voor de schildklier in al haar hoedanigheden. We organiseren een aantal online presentaties, zoals deze webinar. En ook later in de week hebben we een webinar over schildklier en gewicht, gegeven door Lisbeth van Rossum. Vandaag gaat het daar niet over. Het gaat over bewegen en sporten met schildklierklachten. En we gaan beginnen met een filmpje van een ervaringsdeskundige. Een paar jaar geleden kreeg ik de ziekte van Graves. Dat we die diagnose krijgen was voor mij best wel een grote shock. Ik wist niet eens dat ik een schildklier in mijn lijf had. Op dat moment had ik ook weinig energie. Ik was heel erg moe. Ik was lang blij dat ik een dag school kon volhouden. Het sporten was voor mij op dat moment ook een absolute no-go. Omdat ik daar de energie ook gewoon niet voor had. Ik ben begonnen met het slikken van medicijnen en dat heeft altijd eventjes de tijd nodig. En ik ging me gelukkig ook al snel weer beter voelen. En naarmate ik me steeds weer beter ging voelen, kreeg ik ook weer iets meer energie terug. Ik kreeg weer zin om dingen te doen. En ook mijn zin in sporten kwam weer langzaam terug. En dat was ook het moment dat ik besloot om weer wat te gaan doen. Ik heb nu een nieuwe passie en dat is mountainbiken. En dankzij het mountainbiken heb ik ook weer geleerd om op een gezonde en goede manier met sport om te gaan. En ik kan ook veel beter mijn grenzen bewaken nu. We willen eigenlijk allemaal heel graag verder dingen doen. En dat merk ik ook bij mezelf, dat gewoon soms niet, dat het niet wil. Ik ben, voordat ik daarachter kwam, ben ik eigenlijk wel 100 keer, nou laat ik zeggen 1000 keer onderuit gegaan. Voordat ik door had wat voor mij het beste werkte en waar een grens lag. We zien het, bewegen en sporten is helemaal niet zo vanzelfsprekend bij schildklierklachten. Maar inzicht in je eigen lichaam helpt. En tips van experts ook. Onze twee gastsprekers van vandaag gaan er in hun presentaties verder op in. En een aantal van u, wil ik nog graag even aangeven, hebben vragen van tevoren gesteld. En deze vragen gaan we na de twee presentaties behandelen. Dus niet tussendoor, maar na de twee presentaties. U kunt ook via de chatbox onderin uw beeld vragen stellen, die we ook allemaal mee gaan nemen in onze vragensessie na de presentaties. De vragen waar we niet aan toe komen, zullen we gaan vermelden op onze website onder de Frequently Asked Questions. Maar graag wil ik nu eerst het woord gaan geven aan Jessica Gal, onze eerste gastspreker. En u kent haar ongetwijfeld. Als judoka vertegenwoordigde ze ons land 4 keer op de Olympische Spelen en ook werd zij 4 keer Europees kampioen. Maar belangrijker voor ons is dat Jessica een gerenommeerd sportarts is met veel ervaring op het gebied van chronische aandoeningen, waaronder schildklieraandoeningen. Ik geef het woord aan Jessica. Hartelijk bedankt voor de introductie. Ik ga inderdaad iets vertellen over de invloed van de schildklier en schildklieraandoeningen op sport en bewegen. Ik ga iets vertellen over de rol van de schildklier in zijn algemeenheid, verschillende schildklieraandoeningen die er zijn, heel kort, en vooral wat de invloed is van een te traag of een te snel werkende schildklier op het lichaam en met name tijdens sport en bewegen. Nou, de schildklier, het schildklierhormoon, beïnvloedt eigenlijk vele verschillende processen in het lichaam. Waaronder de stofwisseling, de lichaamstemperatuur, het hart en de bloedsomloop, de spieren. Maar ook het energieniveau, dus hoe je je voelt qua energie. Concentratie, geheugen zijn ook factoren die eigenlijk worden beïnvloed door de schildklier. En daarmee gepaardgaand ook een stukje emotionele stabiliteit. Er zijn eigenlijk twee soorten schildklieraandoeningen. De te snel werkende schildklier, waarbij er te veel schildklierhormoon in het lichaam is. En de te traag werkende schildklier, waarbij er te weinig schildklierhormoon in het lichaam is. Nou, in beide gevallen is de meest voorkomende oorzaak een auto-immuunziekte. En bij de te snel werkende schildklier is dat de ziekte van Graves. En bij die ziekte zijn er antistoffen in het lichaam die werken in op de schildklier en die zorgen ervoor dat de schildklier te veel schildklierhormoon produceert. De meest voorkomende oorzaak van een te traag werkende schildklier, dat is de ziekte van Hashimoto. En daarbij zijn er in het lichaam antistoffen die zich keren tegen de schildklier zelf. Dus daarmee maken ze eigenlijk de schildklier kapot
en zorgen ze ervoor dat er minder of uiteindelijk geen schildklierhormoon geproduceerd wordt door de schildklier. Nou, dit geeft invloed op het lichaam en met name ook klachten die gerelateerd zijn aan sport en bewegen. Als je kijkt naar het hart, dan is dat hartkloppingen, vermoeidheid, een verminderde inspanningstolerantie die veel patiënten ervaren. Conditieverlies, maar ook spierklachten komen heel veel voor, waaronder spierpijn, spierstijfheid, spiervermoeidheid, kramp in de spieren tijdens inspanning, maar dat kan ook in rust voorkomen. En uiteindelijk daarbij gepaard ook vaak gewrichtsklachten. Nou, wanneer komen die klachten voor? Dat is eigenlijk vooral als de schildklier niet goed is ingesteld. Dus op het moment dat de ziekte aanwezig is en nog niet behandeld wordt, dan komen die klachten tot uiting. Op het moment dat mensen behandeld worden, dan zie je vaak dat de klachten langzaam verdwijnen. En bij een te snel werkende schildklier verdwijnen de klachten vaak wel helemaal. Maar bij een te traag werkende schildklier zie je dat het ten eerste lang duurt voordat het effect van de behandeling merkbaar is. Dus vaak zie je dat dat toch een maand of zes is voordat de klachten weggaan of duidelijk minder worden. En er zijn ook een groep, 21% ongeveer, die ondanks een ogenschijnlijk goed ingestelde behandeling toch nog klachten houden. Nou, de schildklier beïnvloedt sport en bewegen eigenlijk via twee orgaansystemen, via het hart- en bloedsomloop en via de spieren. Als je kijkt naar hart- en bloedsomloop, op het moment dat de schildklier te sterk werkt, of te veel schildklierhormoon in het lichaam is, dan gaat de hartslag omhoog. Het hart gaat krachtiger samentrekken. De spanning op de vaten in het lichaam die vermindert, waardoor het bloed eigenlijk makkelijker rondstroomt. En de bloeddruk daalt daarbij. Je krijgt eigenlijk, dat noemen we ook wel, een hyperdynamische circulatie. Dus het bloed gaat sneller en harder rond. Bij een te traag werkende schildklier zijn de effecten tegengesteld. Dus de hartslag gaat omlaag. Het hart gaat minder krachtig pompen. De weerstand op de bloedvaten stijgt juist, waardoor de bloeddruk omhoog gaat. Dus hoge bloeddruk komt meer voor. En doordat die bloedstroom eigenlijk minder wordt, worden ook de spieren minder van bloed voorzien, waardoor je eigenlijk ook weer spiervermoeidheid kan krijgen. Nou, als we verder inzoomen op de spieren, dan zie je dat de schildklier ook veel invloed heeft op de spieren zelf. Bij een te snel werkende schildklier zie je eigenlijk dat de snelle spiervezels, dus die voor explosieve inspanning zorgen of intensieve inspanning, dat die toeneemt. En de langzame spiervezels, die dus zorgen voor een goed duurvermogen, die nemen af. Dus de spieren kunnen zich daardoor kort en krachtig aanspannen, maar ze kunnen het niet heel lang volhouden. Bij een te traag werkende schildklier is het effect precies andersom. Dus de snelle spiervezels nemen af, waardoor intensieve en explosieve vormen van beweging eigenlijk moeilijker worden. En de duurspiervezels, die worden groter, met name in aantal, maar met name ook in samenstelling. En dus je ziet eigenlijk meer dat je daar aan het duurvermogen nog wel oké is, maar dus de spieren kunnen weinig explosieve kracht leveren. Nou, verder zijn er eigenlijk nog ook wel heel veel andere veranderingen die zich in de spieren voordoen. Dus het is niet alleen de spiervezels, maar de verbranding van de brandstof in de spieren die verandert. Het glycogeen, dat is eigenlijk de brandstof die in de spieren aanwezig is, die wordt minder makkelijk afgebroken. Er is minder toevoer van zuurstof en minder afvoer van afvalstoffen. Dus er zijn heel veel verschillende manieren eigenlijk waardoor die spier wordt beïnvloed door te veel of te weinig schildklierhormoon. En bij schildklieraandoeningen zijn het vooral de spieren die dicht bij het lichaam zijn, dus de schoudergordel en de spieren rondom het bekken, die aangedaan zijn. Nou, als je kijkt naar training, dan normaal gesproken, als je heel weinig doet, dus een tijd niet sport, dan zie je dat de sprinttype vezels, dus de explosieve vezels, nemen wat toe en de duurspiervezels nemen af. Als je meer gaat trainen, dus dit is bij gezonde personen, dan hangt het van je soort training af welke spiervezels toenemen. Allebei nemen ze toe, maar het nadruk kan op de snelle of op de langzame spiervezels liggen, afhankelijk van of je wat meer krachttraining doet en explosieve training of juist
duurtraining. Nou, bij mensen met een schildklieraandoening, bij mensen met een traagwerkende schildklier, dus met hypothyreoïdie, zie je dat omdat die langzame vezels er nog wel zijn en de snelle spiervezels af zijn genomen, zie je dat de duurtraining vaak nog wel redelijk gaat, maar dat intensieve training moeilijker wordt. Als ze eenmaal goed zijn ingesteld, is het wel van belang om juist die type 2 spiervezels weer op te trainen, bijvoorbeeld door krachttraining en wat intensievere training. Nou, kijk je naar een te snel werkende schildklier, dan is het dus weer precies andersom. Kracht en intensieve sporten gaan makkelijker en duurtraining dus minder. Maar als je eenmaal goed bent ingesteld, dan zal je weer wat meer duurtraining moeten doen om die type 1 spiervezels weer op te bouwen. Nou, er is ook gekeken er wordt ook wel gekeken naar de invloed van de sport op de schildklier. Alleen daar is eigenlijk best wel weinig onderzoek naar gedaan. Wat in ieder geval is, een aantal onderzoeken is gevonden, is bijvoorbeeld dat er geen aanwijzingen zijn dat sport hypo, dus een schildklieraandoening, kan voorkomen. Dus sporten kan niet helpen om een schildklieraandoening te voorkomen. Sporten kan ook geen schildklieraandoening veroorzaken. In een dierexperimenteel onderzoek, dus bij dieren, is wel aangetoond dat bepaalde veranderingen die optreden door de schildklieraandoening wel verminderd worden door inspanning. En wat belangrijk is, beweging is sowieso voor iedereen belangrijk. Dus het kan ervoor zorgen dat de negatieve impact van niet bewegen, dat die tegen wordt gegaan. Dus voor de algehele gezondheid is ook bij schildklierpatiënten natuurlijk bewegen van groot belang. Nou, dan zijn er nog wat onderzoeken, maar dat zijn echt een aantal onderzoekjes die laten zien dat inspanning het schildklierhormoon wel ietsjes kan verlagen. Maar met name bij mensen die nog niet een echte schildklieraandoening hebben, maar net een beetje er tegenaan zitten. En het kan ook wat van de effecten van de negatieve effecten van schildklieraandoening voorkomen. Maar dat onderzoek is echt heel marginaal en eigenlijk moet daar gewoon nog veel meer onderzoek plaatsvinden. Behandeling van de schildklier is cruciaal. Hoe langer je onbehandeld blijft, hoe groter de afwijkingen worden en hoe moeilijker het is om die afwijkingen weer om te keren met een goede behandeling. En bij een onbehandelde schildklier heeft trainen eigenlijk maar heel weinig effecten, omdat het effect van de schildklier is veel groter dan op de spieren en op het lichaam is veel groter dan het effect van training. Dus dan is het eigenlijk een beetje dweilen met de kraan open, zou je kunnen zeggen. Dus belangrijk is zo snel mogelijk een goede diagnose natuurlijk en dan ook zo snel mogelijk een effectieve behandeling. Nou, samenvattend, de samenstelling van de spieren verandert door schildklierhormoon. Bij een te snelle schildklier krijg je meer sprinttype spiervezels en bij een te trage schildklier krijg je meer duursporttype vezels van een marathonloper. Nou, de samenstelling van de spieren verandert door training. Maar training heeft pas zin of echt zin als je goed bent ingesteld. Het effect van sport op de schildklierhormoon is eigenlijk nog helemaal niet duidelijk. En bij een effectieve behandeling herstellen de spieren en kan je, als het goed is, weer bewegen en sporten zonder klachten. Alleen helaas weten we dat er toch nog een groep patiënten is die toch klachten houden. Dankjewel. Dankjewel, Jessica. Dat was heel interessant. Ik zie ook al heel veel vragen binnenkomen, dus na de volgende presentatie gaan we die aan jou stellen en hopen we nog meer te horen. Maar eerst gaan we naar onze volgende spreekster, als jullie van plek willen wisselen. Welkom Lorraine McNabb, fysiotherapeut, een eigen fysiotherapiepraktijk en zelf schildklierpatiënt, wat weer een andere kijk geeft op de problematiek. Als kennis- en ervaringsdeskundige doe je ook onderzoek naar de effecten van, moet ik het goed zeggen, van een beweegprogramma, bij patiënten met een traagwerkende schildklier. Klopt dat? Nou, we zijn heel benieuwd. Het woord is aan jou. Nou, dankjewel voor de introductie. Ik ga jullie vandaag vertellen over hoe kom je tot bewegen en hoe hou je het vol om te blijven bewegen. Ik ben Lorraine McNabb. Ik heb, zoals je net al gehoord hebt, fysiotherapiepraktijk. Ik ben ook bezig met een studie, een masteropleiding voor sportfysiotherapie aan de HAN, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Als ik een goede dag heb, ben ik een fanatieke hardloopster en ook hardlooptrainster. En sinds mijn 16e ben ik gediagnosticeerd met hypothyreoïdie. En dat wil zeggen dat ik de ziekte van Hashimoto heb.
Nou, dat zijn behoorlijk wat dingen bij elkaar. Ik zei net al, dit is als ik een goede dag heb. Want het lukt ook mij niet altijd om de perfecte balans te krijgen. Hè, tussen mijn werk, privé, studie, tijd voor mezelf, mijn gezin. En ik denk dat dat voor veel van jullie ook heel herkenbaar is. En ik ben eigenlijk als fysiotherapeut ingedoken van, nou, waarom is dat? En hoe ver heeft dat met mijn schildklier te maken? En dat sluit een beetje aan op het verhaal wat Jessica net al gezegd heeft. Je schildklier heeft te maken met stofwisseling, heeft te maken met het hart- en vaatstelsel en met je spieren. En op die gebieden zijn er behoorlijk wat klachten, lichamelijke klachten die mensen kunnen hebben. Ik heb bijvoorbeeld zelf de ene dag een supergoeie dag dat ik denk, ik kan de hele wereld aan. En op het andere moment kan het zijn alsof ik overreden ben door een vrachtwagen en denk van, nou, eigenlijk geen aanleiding hiervoor. En als je die klachten allemaal zou gaan samenvatten, kom je in de literatuur maar heel weinig tegen. En eigenlijk alleen dingen die te maken hebben met iets wat inspanningsintolerantie heet. Dat wil zeggen dat je lijf reageert met klachten op bewegen, sporten, inspanning. En vervolgens ben ik gaan kijken, nou, hoe kan ik dan voor deze webinar ook komen tot bewegen? Hoe hou je het vol om te blijven bewegen? Maar vooral zonder die beweegklachten die gelinkt zijn aan die inspanningsintolerantie. Bewegen is eigenlijk niet meer van je plek afkomen en daar mag je alles voor meetellen. Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft daar ook een hele mooie presentatie voor gemaakt. Die zeggen ook, mensen met een fysieke beperking, ook schildklierpatiënten, elke vorm van beweging telt en heeft een positief effect. En dan mag je alles meetellen, vanaf dat je 's ochtends opstaat, in de badkamer, de trap afloopt, in je huis, om je huis heen, werken in de tuin, een stukje fietsen. De hond uitlaten, alles stelt als bewegen, maar doe het binnen je eigen grenzen en maak het een vast onderdeel van je dagelijkse leven. En ze noemen dat de Nederlandse norm gezond bewegen. Nou, daaraan gekoppeld is de volgende slide en daar staat eigenlijk in hoeveel zou je dan moeten bewegen. Daar staat in, ben je volwassen, dan 2,5 uur in een week tijd dat je zou moeten bewegen. Al die dingen die ik net heb genoemd, los van eventueel sporten. En verdeeld over 5 dagen. Dat betekent als je 5 dagen van de week niks doet en 2 dagen een stuk wandelt of een stuk fietst, dat je denkt, heb ik mijn portie bewegen gehad. Ben je de hele tijd in beweging, maar heb je geen stabiele basis. En vandaar dat het verspreid is over 5 dagen. En alleen bewegen zou dan niet genoeg zijn. Ook daarbij is het heel belangrijk dat je iets doet voor je spieren. Dat je traint iets van kracht met je spieren. Maar ook dat je botversterkende oefeningen doet. En botversterkende oefeningen is alles wat te maken heeft met loodrechte lichaamsbelasting op je lijf. Dus wandelen, springen, trampoline, touwtjes springen, zwemmen bijvoorbeeld, is dat niet. En daar heeft mee te maken dat mensen die goed hun botten belasten ook minder last hebben van nadelige gevolgen van osteoporose, van botontkalking. Als je kijkt op het fysiotherapiegebied, zijn er voor heel veel chronische klachten beweegprogramma's opgezet. En beweegprogramma's zijn programma's waarin door fysiotherapeuten mensen met een chronische aandoening geholpen worden om, als het ze niet lukt om een actieve leefstijl te hebben, zelf te proberen die actieve leefstijl weer te kunnen oppakken door begeleiding te krijgen. En het doel daarvan is uiteindelijk dat ze het helemaal zelf oppakken en zelf naar een beweeg- of sportaanbod kunnen gaan. Die zijn er voor heel veel aandoeningen. Zoals je op de volgende slide ziet, voor heel veel chronische aandoeningen, diabetes staat daar bijvoorbeeld ook al bij, zijn die beweegprogramma's gemaakt door het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, onze beroepsorganisatie. Dat beweegprogramma houdt in dat er een richtlijn is gemaakt dat fysiotherapeuten mensen met een aandoening heel gericht kunnen behandelen, dat ze weten wat de aandoening inhoudt en dat ze komen tot het praktische gedeelte. En als je gaat zoeken wat er op internet te vinden is, bijvoorbeeld bij diabetes, dan zie je dat er sportscholen zijn die beweegprogramma's aanbieden, fitnessbedrijven die beweegprogramma's aanbieden, dat je keer diabetes om hebt, heel veel verschillende initiatieven. En voor schildklier is er helemaal niks. En toen ik wilde gaan afstuderen voor mijn masteropleiding, dacht ik van, dan wil ik daar iets mee doen. Dan wil ik kijken of ik een beweegprogramma kan maken voor mensen met schildklierproblemen. En de grootste groep daarvan zijn mensen die hypothyreoïdie hebben, net zoals ik zelf. En ik ben gaan kijken hoe dat moest. Wat staat daarin? Ik ben er ongeveer een jaar mee bezig geweest. In ieder geval, hoe kan je proberen te voldoen aan die Nederlandse norm gezond bewegen die ik net benoemd heb. Maar ook wat je aan de linkerkant in beeld ziet. 6 iconen en die komen uit het programma van positieve gezondheid. En als je kijkt naar het rode icoon, lichaamsfuncties, staat daar bewegen bij. En dan zie je dat bewegen een heel klein onderdeel is van een heel veel groter geheel. En ik kan een heel mooi verhaal hierover bewegen gaan vertellen. Maar als je ook niet naar de andere iconen kijkt en ook niet naar de andere dingen die daarbij staan, gaat het heel moeilijk worden om dingen te veranderen. En daarom is het belangrijk in een beweegprogramma om dit allemaal mee te nemen.
Nou, hoe ziet zo'n beweegprogramma er dan uit? Toen ik het geschreven had, ben ik het gaan testen en hebben we mensen bereid gevonden om 12 weken deel te nemen aan een beweegprogramma. Dat wil zeggen dat ze gescreend zijn, allemaal mensen met hypothyreoïdie, allemaal vrouw, om de groep zo homogeen mogelijk te maken. Allemaal stabiel ingesteld zijn, allemaal medicatie gebruiken en bereid om 3 keer per week te sporten. En het heet sporten, want het is onder begeleiding in een beweegprogramma. De eerste weken dat je dat deed, betekende heel rustig, klein stukje fietsen, klein stukje wandelen en veel functionele oefeningen. 2 keer per week in de praktijk onder begeleiding. En 1 keer per week dat mensen thuis trainen. En die kregen van alles mee, zoals je op de foto's kan zien. Dus een matje en een bal en een springtouw en een elastiek om zo goed mogelijk zelf te trainen. En daar waren challenges aan verbonden. Van, nou, ga maar kijken hoe lang je kan muur zitten. Ga maar kijken of je kunt touwtjes springen, hoe lang je dat kan. Ga met een stappenteller bijvoorbeeld naar buiten. Ga kijken hoe ver je kan wandelen, hoeveel stappen kun je tellen. En de resultaten daarvan wil ik eigenlijk met jullie bespreken. Het eerste resultaat daarvan heeft te maken met die Nederlandse norm gezond bewegen. Alle deelnemers bij intake voldeden niet aan de Nederlandse norm gezond bewegen. Ze haalden het niet, ze hadden dingen wel geprobeerd, maar precies net zoals in het begin en ook door Jessica gezegd werden, iedereen had daar last van. En je werd elke keer weer teruggefloten. Dus in die 12 weken dat wij gingen sporten en bewegen met z'n allen, in de eerste 4, 5 weken heb ik regelmatig telefoontjes van deelnemers gehad van, nou Lorraine, ik kom volgende keer niet, want ik heb er zo'n last van. Ik heb spierpijn, ik heb kramp gehad, ik heb slecht geslapen. Ik weet niet of dit werkt voor mij. En pas na een week of 4, 5, 6 begon dat te veranderen. En toen merkten mensen, hé, ik ga steeds meer richting de Nederlandse norm gezond bewegen. Maar ik kan ook steeds meer. Ik doe er steeds meer dingen bij. En in plaats van alleen maar dingen die te maken hebben met lage activiteiten, kan ik al meer doen. Nou, ook elke week zijn mensen getest op kracht. Het is een knijpkrachtmeter die je aan de linkerkant op het plaatje ziet. Je meet 3 keer links en 3 keer rechts. En het zegt iets over hoe sterk je bent in heel je lijf. Hoe goed kun je je spieren gebruiken. Niemand voldeed aan de norm aan het begin van de test. En aan het einde haalde iedereen net de norm. Maar iedereen was al super tevreden dat ze zei, nou, ik ben vooruit gegaan. En nog allerbelangrijkste, ik ben vooruit gegaan en ervaar minder last en minder herstelproblemen. We hebben ook elke week een andere test herhaald. En dat is een 6 minuten wandeltest. Om te kijken hoeveel meter mensen in 6 minuten konden wandelen. En daar is een rekenfactor voor. Die heeft te maken met je leeftijd en met je gewicht. Niemand voldeed aan die norm. En aan het einde zat iedereen richting die norm die daarvoor staat. Conclusie, alles bij elkaar. Nederlandse norm gezond bewegen is gehaald. Als je heel lang, 12 weken lang, probeert gedoseerd te bewegen en heel rustig begint. Je activiteitenniveau kan er hoger van worden. De hersteltijd wordt korter omdat je vlakker bent in bewegen en die grens een stuk naar hoger zet. Je wordt er sterker van en ook je uithoudingsvermogen wordt beter. En eigenlijk heb ik deze resultaten meegenomen. Ik weet dat het een onderzoek is voor hypothyreoïdie, om jullie wat tips en adviezen te geven, ook met hyperthyreoïdie. Wat wel en wat niet te doen bij bewegen en sporten. Zie het bewegen als onderdeel van een groot geheel. Probeer die Nederlandse norm gezond bewegen te halen. En maak van bewegen sporten. Nou, als je bewegen wil zien als onderdeel van het groot geheel, kom ik weer terug op die 6 iconen. De icoon lichaamsfuncties is daarbij voor bewegen belangrijk. Maar als je kijkt op deze website, kun je gratis de link kun je invullen. Komt er een vragenlijst op al die 6 domeinen. Als je die invult voor jezelf, krijg je een heel goed beeld van waar je nu staat. Als je met jezelf een soort commitment maakt van, ik ga dat over 1 week of 10 weer eens proberen te doen. Eens kijken waar je dan staat. Ik heb het zelf ook gedaan. Dan zie je dat er hele mooie veranderingen uitkomen. Probeer te kijken, haal je de Nederlandse norm bewegen nu al? Haal je hem nog niet? Hoe zou je hem kunnen halen? Ga bijhouden in je telefoon of in een schriftje of op je kalender wat je allemaal doet op een dag. En kijk eens of je aan die 30 minuten kan komen. En als je daar meer over wil weten, staat hier een link bij van het kenniscentrum Sport en Bewegen. Die hebben daar ook tips en filmpjes op staan waaraan je allemaal kunt denken. En dat is niet alleen sportactiviteiten, maar ook beweegactiviteiten. Maar maak van bewegen ook sporten. Je kan alles ook zien als sporten. Probeer die Nederlandse norm gezond bewegen te halen. Probeer iets meer te doen naast die Nederlandse norm gezond bewegen. Een extra wandeling, lopen eens een keer een stukje berg op, ongelijke ondergrond. Pak eens wat vaker een fiets. Gebruik een stappenteller, die kun je ook op je telefoon downloaden. Kijk op YouTube voor leuke filmpjes. Je kunt thuis heel makkelijk een matje aanschaffen, een bal aanschaffen, wat kleine gewichtjes.
En zorgen dat je naast die Nederlandse norm gezond bewegen ook wat aan spier- en krachtoefeningen doet. En er zijn heel veel mooie apps voor. Eén daarvan is de Ommetjes-app. Dat is een app van de Hersenstichting die ongeveer 20 minuten duurt. Of 20 minuten per keer is. En daar gaat Marlies dadelijk ook wat meer over vertellen wat de zon daarover heeft te vertellen. Het allerbelangrijkste is, probeer zeker 5 dagen per week 30 minuten te bewegen. Bouw het heel geleidelijk op. Alles wat met pieken is, reageert je lijf op als inspanningsintolerantie. Voorkom die overbelasting en geef jezelf een cijfer voor het herstel. Op het moment dat je merkt, ik ben voorbij mijn grenzen gegaan, moet je eigenlijk niet kijken, dan probeer ik het morgen weer en op hetzelfde of een nog hoger niveau. Blijf op hetzelfde vlakke niveau. Nog iets wat er heel belangrijk bij is, kies je beste moment van de dag om te sporten en bewegen. We hebben in de praktijk sessies voor 's ochtends en sessies voor 's avonds aangeboden. Om te kijken, wat vinden mensen het fijnst? En er waren mensen die zeiden van, nou, ik werk regelmatig, ik vind het heel fijn, ik heb 's avonds de meeste energie. Maar er was ook iemand die onregelmatig werkte en die zei, nee, soms 's ochtends, soms 's avonds. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur en dat heeft te maken met licht en met slaap en met hoe getraind je bent, maar ook met je voeding. Zie dat als een geheel. Belang van rustmomenten bij bewegen en sport is ook heel belangrijk. Je kan niet 5 dagen achter elkaar proberen de Nederlandse norm gezond bewegen te halen en daarbij te gaan sporten en dan een paar dagen niks te doen. Daar gaat het lijf als schildklierpatiënt op reageren. Verdeel dat goed over de week. En dat klinkt heel makkelijk, want de ene keer reageer je iets beter dan de andere keer. Is bij mij ook, is bij iedereen. Zorg dat je rust hebt tussen je sport- en beweegmomenten en pak dat herstel. En het kan actief herstel zijn, dat je een stukje rustig wandelt of nog een stukje uitfietst. Dat kan een passief herstel zijn, je gaat lekker in bad of in douche. Of zorg dat je genoeg drinkt of gebruik een triggerpoint rol. Dat kan allemaal. Massage helpt ook vaak voor spiergerelateerde klachten. Let goed op je voeding daarbij en zorg dat je voldoende uren slaap pakt voor jezelf. Dat was mijn presentatie en we gaan nu terug naar Marlies. Dankjewel, Lorraine. Zo, we hebben een heleboel informatie gekregen, zowel van Jessica als van Lorraine. Misschien goed om te weten dat u na de webinar een link toegestuurd krijgt waarbij u terug kan kijken en alles nog eens even rustig kunt doorlezen. En mocht u dan nog vragen hebben, kunt u die uiteraard aan ons mailen. Nou, er zijn een heleboel vragen binnengekomen voor jullie allebei. Dus ik begin maar met een vraag voor Jessica. Jessica, is het mogelijk dat je juist door te sporten ontregeld raakt? Ik heb daar kort iets over verteld. Er is niet heel veel onderzoek naar bekend. Maar in principe is het niet zo dat je schildklier door sport en bewegen ontregeld raakt. Het is wel zo dat je door sport en bewegen klachten kan krijgen. Maar echt een invloed van sport en bewegen in negatieve zin op de schildklier en op het schildklierhormoon, dat is niet gevonden. Nee, zoals je eigenlijk ook al zei, van de invloed van het hormoon is zoveel groter op je lichaam dan wat sporten daarin goed kan maken. Eigenlijk. Ja, en de onderzoeken die gekeken hebben naar wat sporten doet op de schildklier, hebben hele lichte daling van TSH wel laten zien. Dus dat zou dan bij positieve invloed zijn. Ja. Maar eigenlijk is er zijn er geen belangrijke resultaten gevonden daar wat dat betreft. Nee. Nee, het klinkt alsof we echt meer onderzoek nodig hebben, als ik jullie allebei hoor. Dat er nog zoveel niet duidelijk is. Wat dat betreft is die awareness van de schildklier en alles wat er omheen speelt echt ontzettend belangrijk. Lorraine, voor jou ook een aantal vragen. De eerste vraag die binnenkwam, hoe ga ik om met hele erge spierpijn na weinig inspanning? En wat kan ik dan doen? Ja, dat is een hele goede vraag. En ook andere mensen die weinig ingespannen hebben, ervaren wel de spierpijn. Als je kijkt naar reguliere spierpijn, is het meestal na een sportactiviteit, na 1 dag en na 2 dagen. En door je inspanningstolerantie, intolerantie, kun je dat ook met heel weinig activiteit als schildklierpatiënt hebben. Als je dat hebt, geef toe aan die dag rust en probeer zeker niet die dag te forceren. Alle dingen die net benoemd zijn, dus kijk naar hoeveelheid slaap, kijk naar je voeding. En probeer toch actieve rust te pakken, zijn daarbij het allerbelangrijkste. Ja, ik hoorde je net zeggen, een massage op zijn tijd doet ook heel veel goed. Zeker als je veel spiergerelateerde klachten hebt. En dat zijn echt de pezen van de spieren, want die zijn het slechtst doorbloed. En die worden door schildklierproblematiek al wat minder doorbloed. Maar ook knooppunten die daarin zitten, of zelfs verkramping die heel veel mensen ervaren, kan dat heel goed bij helpen. En je hoort ook wel eens dat mensen zeggen, een hele warme douche. Zijn dat dingen als je spieren verkrampen, wat helpt? Ja, het helpt altijd en het helpt heel kort. Volgens mij, Jess, wil jij daar ook op reageren? Nou, kijk, ik denk dat als je
voor je gevoel voor een ogenschijnlijk normale training gaat doen, zeker als je misschien al gewend was om te sporten, kan eigenlijk veel zwaarder zijn voor je lichaam dan dat je zelf in de gaten hebt. Dus als je een hele kleine stapjes opbouwt en heel makkelijk begint, zeg maar, ja, dan zal je ook dat effect van die spierpijn, zal je daardoor ook wat kunnen verminderen. Dus ja, bouw het gewoon heel langzaam op. Accepteer dat je beperking hebt, maar weet ook dat als je die stijgende lijn heel langzaam te pakken krijgt, dat je uiteindelijk je belastbaarheid wel kan verbeteren. Ja. Wat dat betreft is het denk ik te vergelijken met topsport, hè? Leven als patiënt, als schildklierpatiënt. Ik denk dat het veel moeilijker is, want topsport krijgt nog allerlei beloningen voor en je voelt je er. En dit is natuurlijk ook topsport, maar zonder de roem, de beloning en het goede gevoel wat erbij komt. Maar ik denk als je doorzettingsvermogen hebt en je probeert dat toch heel langzaam en je leert ook je lichaam goed kennen en je weet wat je wel en niet moet doen, dan is het wel mogelijk, en dat heeft het onderzoek van Noreen ook aangetoond, om toch langzaam stapjes vooruit te gaan. En als je dat niet 12 weken doet, maar je trekt dat door en je doet dat een aantal jaar bij wijze van spreken, dan kom je eigenlijk toch op een veel hoger niveau. Langzaam heb je dan een stijgende lijn en uiteindelijk is dan ook die kwaliteit van leven, hè, een van de andere symbolen die ook in het onderzoek besproken worden en die ook heel veel in deze tijd die je hoort. Hoe is je kwaliteit van leven? Dus dat dan ook zou kunnen verbeteren op de langere termijn. Zeker. Ja. Ja. Eigenlijk een vraag die daar een beetje aan gerelateerd is, is brandende pijn in mijn benen gevaarlijk? Het was een vraag voor jou, Jessica, maar wellicht willen jullie daar iets over zeggen. Brandende pijn is natuurlijk ook een vorm van spierpijn. Nou, op zich, als het een reactie is op het sporten, zeg maar, is het niet gevaarlijk. Dus het is niet, ik zou zeggen het is niet gevaarlijk, alleen het is onplezierig, zeg maar. Ja, het is heel vervelend zelfs, maar ik zou niet zeggen dat het gevaarlijk is. Als het een hele aparte pijn is, dat je denkt van ik herken ik niet als spierpijn, dan zou je misschien een keer naar een arts moeten gaan om te kijken of voor niets anders aan de hand is. Maar in principe zou ik zeggen, de reactie van zeg maar je spieren op sport zijn is niet gevaarlijk, is alleen vervelend. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja. Is dat herkenbaar ook waar mensen in de praktijk mee komen? Zeker. Dat zijn vooral moeite met inspanning, moeite met opbouwen, spierkrampen, spierpijn, peesproblemen, maar ook vooral de gewrichten die jij ook al zei. Dus schoudergewichten hoor je ook heel vaak bij frozen shoulders, bij schildklierpatiënten en bij diabetespatiënten. En spieren die dicht bij je lichaam zitten, bij je romp zitten. Dat werd ook genoemd. Dus ik neem dan aan dat er ook veel behoefte is aan oefeningen om bijvoorbeeld zo'n frozen shoulder beter te bewegen. Dat kun je als fysiotherapeut denk ik ook heel goed begeleiden. Ja, en zeker, er zijn fysiotherapeuten speciaal opgeleid als schouderfysiotherapeut. Die hebben ook veel meer expertise op het gebied van frozen shoulder. Die hebben daarin ook geleerd dat bepaalde vragen moeten stellen. Waarin vragen van gebruik je medicijnen, maar heb je ook andere aandoeningen? En dan zie je inderdaad dat deze aandoeningen heel vaak daarbij terugkomen. Ja, wat misschien belangrijk is om te vermelden bij een frozen shoulder is dat eigenlijk als je een echte frozen shoulder hebt, dan is bewegen pijnlijk. Maar dan is het ook eigenlijk niet goed om er doorheen te bewegen. Dus dat wil ik wel even benoemen. Ja. Dus je moet niet dan proberen daar doorheen te bewegen, want dan zie je vaak dat het toch erger wordt. Dus met name binnen de pijngrens bewegen is dan eigenlijk het belangrijkste. Ja, een hele goede tip denk ik. En ook op het moment dat het blijvend is in overleg met een fysiotherapeut of een sportarts daaraan werken. Nou, ik zie zoveel vragen binnenkomen. Een van die vragen die zich herhaalt is, wat kan ik doen om sneller te herstellen? Maar eigenlijk heb je dat al wel toegelicht, denk ik. Hè? Allebei, langzaam opbouwen, het lichaam ook tijd geven om te rusten. Doen daar nog aanvullingen op? Terugpakken dat als je over een grens heen bent gegaan. Dus als je om onverklaarbare reden soms toch meer inspanningsgerelateerde klachten ervaart, ga niet door. Maar hou even pas op de plaats. Ja, en probeer die grote schommelingen eruit te halen. Ja. Probeer eigenlijk dus van dit naar dit te komen. Dan dat de uitschieters naar boven of naar onder, maar ook naar boven wat minder zijn. Een hele interessante vraag vind ik zelf. Wanneer ik bewogen heb, lijk ik wel opgeblazen. Ik krijg alsof ik uitzet. Komt dat door de schildklier? Nog niet eerder gehoord. Herkennen jullie dit? Wat wel bekend is, dat je met name bij een traagwerkende schildklier wat vochtophoping kan krijgen. Dus dat zou daarmee te maken kunnen hebben. Het zou ook te maken kunnen hebben, maar dat is echt een beetje hypothetiseren, zeg maar. Wat, is dat de afvoer misschien van afvalstoffen toch wat minder is. Waardoor je misschien toch wat opgeblazen gevoel krijgt ook van de spieren. Dat lijkt mij een mogelijke verklaring. Een andere vraag, Lorraine, misschien voor jou. Ik heb moeite om tijdens het sporten mijn grens te vinden. We zeggen allemaal binnen je grenzen en geef je grenzen aan. Maar als je moeite hebt om die grens te vinden, hoe bepaal je dat?
Ja, dat is een term en die heet eigenlijk underloaded trainen. Dat je, als dit de grens is, je zeker niet moet proberen eroverheen te gaan, maar veilig eronder te blijven. En dat betekent heel rustig opbouwen. Als je vandaag iets 5 minuten kan, probeer dat volgende keer weer 5 minuten. En als het goed gaat, ga dan door naar 6 minuten bijvoorbeeld. Als je het hebt over wandelen of over fietsen of een aantal oefeningen doen, bouw dat heel geleidelijk op. Want ga je in 1 keer van 10 naar 20 bijvoorbeeld, als je squats aan het maken bent, ik roep maar een oefening, dan weet je zeker dat het meteen al richting overbelasting gaat. Ja, dus ja. Lastig, heel voorzichtig zijn. En die grens zijn. Is heel wisselend bij schildklierpatiënten en dat maakt het moeilijk. Ja, begrijp ik. En een vraag van hele andere orde is, problemen met sporten, komen die ook voor bij kinderen en jongeren die ingesteld zijn op T-Rax? Ja, ik, bij kinderen komt het ook voor, ja, zeker. Ja, ik toevallig... ja, wel ook wel kinderen in de praktijk die beperkingen ervaren. Dus het is niet iets wat alleen bij volwassenen voorkomt. Het is ook bij kinderen. Ja, want jij gaf volgens mij in je presentatie ook aan hoe belangrijk het is om goed ingesteld te zijn. Dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk voor alle patiënten. Dus als een kind of jonger goed ingesteld is, hoor je ook wel dat ze zeggen van nou, ik kan eigenlijk vrijwel alles doen in mijn leven wat anderen doen. Maar toch heb ik wel soms terugval. Is dat iets wat jij ook terugziet? Nou, ik denk dat Lorraine dat ook net misschien vertelde. Hè, dat de ene dag kan voor je gevoel alles. En de andere dag ga je naar buiten om te rennen. En denk je van, nou, ik ga maar weer naar huis. Want het lukt eigenlijk helemaal niet. Dus dat is wel bekend. Misschien kan jij dat nog toelichten. Op ja, ik denk, er zit ook een soort van erfelijke component natuurlijk in. Genetisch bepaald dat schildklieraandoeningen in familiaire lijn en vaak in de vrouwelijke tak... ook doorgaan. Ik denk dat als mensen naar hun kinderen kijken en kinderen gaan klagen, ook bijvoorbeeld over vermoeidheidsklachten of meer spierpijn dan gemiddeld na een sportactiviteit of bewegen, dat je daar als ouder ook groei bijvoorbeeld, de stofwisseling heeft daar net goed mee te maken, ja. Dat het misschien wijs is om eens een keer naar een huisarts te gaan met de vraag of er een keer preventief bloedonderzoek gedaan kan worden. Ja, is natuurlijk ook niet lastig om mensen te herkennen. Onrust te maken hoor, maar... Nee. Het is heel moeilijk. Wat zijn de signalen? Bij sommige mensen is het heel acuut dat iets ontstaat. Dan zijn waardes in 1 keer heel afwijkend, bij hyper en bij hypo. En bij anderen is dat al heel sluimerend. En als ze terugkijken, zie je inderdaad op foto's dingen als struma's of ogen. Of merken ze inderdaad, ja, ik ben al heel lang moe. Ja, dat is ook een klacht die je vaak hoort of een herkenning. En jij vertelde al, Lorraine, dat de ene dag voel je je heel goed, kun je de hele wereld aan. De andere dag denk je, nou, het lijkt of er een vrachtauto over me heen gereden is. Een van die vragen van een kijker is, waar komen die ontzettende schommelingen vandaan? Want ook gedurende de dag kan het bij mij heel erg verschillen. Soms sta ik op en gaat het goed en 4 uur later kan ik al niet meer. Is het zo in zo'n korte periode ook herkenbaar, die schommelingen? Nou, ik denk dat er eigenlijk nog heel weinig bekend is over... of echt bekend over hoe je ingesteld moet zijn. Je krijgt 1 of 2 keer per dag medicatie. En daar moet je dan de rest van die tijd mee doen. En ja, wellicht dat er in het lichaam dat er veel fijner regulatiemechanisme is, waardoor je als je gezond bent daar helemaal geen last van hebt. En ja, als je medicatie gebruikt, is het toch zeg maar van buitenaf opgelegd. Dus daar zou het door kunnen komen. Maar ik denk ook dat je goed moet kijken naar alles wat er gebeurt in je leven. Dus als je een druk hebt en druk op het werken, misschien wat meer stress. En je hebt slecht geslapen en je hebt misschien een griepje te pakken. Dat zijn allemaal factoren die ook mee kunnen spelen. Waardoor je de ene dag minder belastbaar bent en de andere dag meer belastbaar. Dus... En ook gedurende de dag die verschillen kunt bemerken. Ja, blijkbaar is het bij schildklierproblematiek zo dat je het beste voelt als alle dagen ongeveer hetzelfde zijn qua tijdstip van opstaan, tijdstip van inname van medicatie bijvoorbeeld ook, tijdstip daarna tot je gaat eten, dat het zeker 1.5 uur is, maar ook de rest van de dag. En als je daar al heel veel wisselingen in hebt, dat je in het weekend bijvoorbeeld heel laat naar bed gaat en door de week juist heel vroeg, daar reageert een lijf ook heel acuut op. Dus regelmaat, zeg jij, is ook heel belangrijk. Niet alleen reinheid. Regelmaat, ja. Die kennen we al vanaf de opvoeding van de kleine kinderen. Lorraine, nog een vraag voor jou. Je vertelde over die frozen shoulder. De vraag is, zijn er nog andere blessures die herkenbaar veel voorkomen bij mensen met schildklierklachten? Spiergerelateerde klachten. Ja, frozen shoulder is natuurlijk vooral het kapsel. Dat is het vlies wat om je schouder heen ziet. Wat gaat irriteren, zelfs kan gaan ontsteken. Waardoor je acuut niet meer je arm kan bewegen. En je ziet heel veel spierklachten. En dat zijn spierklachten als peesontstekingen, peesirritaties... Maar ook krampgevoel in spieren. En ja, wat je net ook benoemde, misschien dat iemand zei van ik heb een branderig gevoel in mijn spieren. Zelfs zulke klachten komen heel vaak voor.
Ondertussen komen zo verschrikkelijk veel vragen binnen. Ik heb moeite om het allemaal bij te houden. Een vraag voor Jessica. Bij het starten van een fietstochtje duurt het altijd ongeveer 5 minuten voordat de verzuring uit mijn benen wegtrekt. En ook als ik even pauze hou. Heeft dat met schildklierklachten te maken of is dat algemeen bekend bij mensen? Ja, het is moeilijk om daar antwoord op te geven. Het is natuurlijk een algemene klacht. En we zien ook wel mensen die dat hebben, die wat langzaam op gang komen. Die een beetje de bloedstroom, de bloedomloop op gang moet komen. Dus het is wel iets wat je hoort. Alleen, dus een goede warming-up is eigenlijk van belang. Maar ik kan me voorstellen dat dat bij schildklieraandoeningen toch wel wat meer is. Want juist omdat je die weerstand in de vaten hebt, sport zorgt toch voor dat wat afneemt. Kan ik me voorstellen dat je eigenlijk toch wat meer tijd nodig hebt voordat alles goed open staat en die bloedstroom goed... En zou het dan helpen om misschien iets meer opwarmoefeningen te doen voordat je bijvoorbeeld aan een lange fietstocht begint? Ja, ik denk dat het beste is om gewoon rustig op gang te komen. Langzaam, niet gelijk weg willen stuiven, maar gewoon lekker een beetje een stukje van... Lekker een beetje loskomen, of het nou fietsen is of wandelen, maar en dan daarna een beetje de tempo opvoeren. Dat is denk ik een goede manier om daarmee om te gaan. Ik denk niet dat je per se allerlei oefeningen hoeft te gaan doen. Maar gewoon een beetje lekker op gang komen, dat is wel goed. Lauren, ik zie jou knikken. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. De meeste schildklierpatiënten zijn diesels. Die merken gewoon dat alles heel langzaam geleidelijk opgestart moet worden. En moet je in de eerste 5 minuten, de eerste 10 minuten al... flink pieken, flink presteren. Als je een stuk gaat fietsen en er komt meteen een heuvel, dan haken de meesten af en die gaan een stukje wandelen. En dat idee, ja. Dankjewel. Hele andere vraag weer. De vraag over supplementen. Zijn er supplementen die je kan gebruiken die de verzuring van de spieren zouden verminderen? Ik denk eerlijk gezegd, kijk, als je kijkt naar topsport, dan zijn er, dan wordt er soms wel... bifosfonaat, denk ik. Ja, zeg ik nu verkeerd, maar in ieder geval zijn er wel dingen die geslikt worden om dat te proberen voor elkaar te krijgen. En eigenlijk is dat effect ook maar minimaal. Dus ik denk eerlijk gezegd dat je daar, voor zover ik weet, ik ben geen voedingsexpert, maar kan ik ze niet verzinnen. Ik weet niet of jij... Nee, ik ook niet. En ik denk dat Liesbeth daar volgende week heel veel meer over kan vertellen. Ook. Ja, dat is een hele goede idee. Ik denk dat het uitgebalanceerd eten en... Ja, wat jij zei, die combinatie, regelmatig goed eten, goed slapen, je rust pakken, dat de beste remedie is. Het enige wat ik daar verder over zou kunnen vertellen is dat er behoorlijk wat schildklierpatiënten zijn die ook aangeven problemen met darmen te hebben, prikkelbare darmen bijvoorbeeld. En die bijvoorbeeld diëten volgen in allerlei richtingen, maar ook lactosevrije of glutenvrije producten. Maar ik denk dat als die volgende keer gesteld wordt, dat die een beter antwoord gaat krijgen. Vrijdag om 11 uur hebben we de webinar met Liesbeth van Rossum en dan gaan we deze vraag stellen. Heb ik nog tijd? We hebben nog heel even tijd voor nog een paar keer. De ziekte van Graves. Tot welk maximaal hartritme kan ik sporten? En als ik last krijg van hartkloppingen, moet ik dan stoppen? En wat doe ik bij kortademigheid? Wat is de rode vlag? Ik vind het een mooie vraag. Nou kijk, wat belangrijk is, is dat met name bij de ziekte van Graves, bij de snelwerkende schildklier komen hartkloppingen of hartritmestoornissen eigenlijk vaker voor. De maximale hartslag wordt altijd gemiddeld gezegd van is 220 minder leeftijd. Nou, bij schildklierpatiënten zal die iets hoger zijn, maar die variatie is zo groot. Hè. Het kan, als je 20 slagen onder zit of 20 slagen boven, kan het nog volstrekt normaal zijn. Dus daar kan je niet zoveel mee. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat het langzaam omhoog loopt en dat je niet ineens een soort versnelling krijgt. En wat ook heel belangrijk is, is dat het gewoon regelmatig is. Hè. Dus als je bij jezelf voelt, bijvoorbeeld in je hals of je hand op je hart legt, zeg maar linksonder. En je voelt dat het gewoon regelmatig is. Dan schiet niet ineens met een sprongetje omhoog, dan is dat meestal niet erg, zeg maar. Dan is er ook niet echt een maximum waar je heel erg strikt aan moet houden. Maar als je twijfelt of als je denkt van hey, ik voel toch onregelmatig of ineens is hij veel sneller, ja, dan zou ik een keer, kom bij ons langs. Nee, dan kunnen we als sportarts inspanningstest doen om te kijken van nou ja, wat gebeurt er tijdens de inspanning? Is er iets aan de hand met het hart of ziet het er eigenlijk gewoon allemaal goed uit? Ja, het is natuurlijk best beangstigend. Stel, je maakt een fietstocht en je voelt in één keer echt die hartkloppingen komen of je wordt in één keer heel kortademig, kan ik me voorstellen dat je je zorgen maakt. Zeker als je weet, wij zien ook veel mensen zonder schildklierafwijkingen die met die vragen bij ons komen, omdat je hebt toch een soort beeld van nou, als mijn hart te snel klopt, is dat nog goed? Of 580, is dat wel normaal? Nou, dat kan volstrekt normaal zijn. 200 kan ook volstrekt normaal zijn, maar...
Als er echt iets geks is of je hebt er klachten bij of je denkt van nou het is onregelmatig, laat er gewoon naar kijken. Nou, heel goed advies denk ik. Misschien de paar laatste vragen. Lorraine, hoe komt het dat ik regelmatig tijdens langere wandeltochten buiten adem raak? Ik ben goed getraind. Dan zou je vooral als je kijkt naar energiesystemen moeten kijken waar dat mee te maken heeft. En ook met je stofwisseling. En dan is het ooit slim om gewoon eens iemand bijvoorbeeld te laten filmen hoe jij loopt en wandelt. Wat je vaak doet als je wandelt tot een bepaald punt, dan stel je je met je lijf op in. Stel dat je nog een stukje verder doorloopt en je bent eigenlijk al moe, dan wil je toch halen. Dan ga je misschien wat verkrampter ademen, wat hoger, je schouders optrekken, meer je armen vastzetten. En dan zorg je dat je je ademhaling niet laag, maar steeds hoger haalt. En dat geeft ook een soort van vermoeidheidsklachten of buitenademigheid, kortademigheid zelfs. En kun je dan tijdens zo'n wandeling jezelf even een soort van resetten als je merkt van Het gaat niet helemaal fijn, ik raak een beetje buiten adem. Kun je dan zeggen, oké, ik moet even stilstaan, even mijn ademhaling weer wat lager proberen te krijgen? Dat zijn dingen die je kan doen, inderdaad. Dat je echt even focust op je ademhaling of even tussendoor een pauze neemt en even een keer diep in- en uitademt. En check je schouders en span ze een keer aan goed omhoog en laat ze helemaal los om te kijken of je dat daadwerkelijk doet. Hoe adviseren jullie dat dan? Ga stilstaan en dan? Nou ja, in principe wordt in zijn algemeenheid wel geadviseerd om een buikademhaling dan aan te houden. Dus dat je niet te hoog gaat zitten. Wat ik altijd een goede tip vind, is om te zeggen van want mensen die gaan hyperventileren bijvoorbeeld, die gaan eigenlijk meer inademen dan uitademen. En eigenlijk adem gewoon goed uit en adem wat langer uit dan je inademt. Dus adem 1 stap in en bijvoorbeeld 3 stappen uit. Dan voorkom je eigenlijk dat je gaat hyperventileren. Nou, hele goede tips allemaal. Lorraine hier ook het helemaal mee eens. Ja. Ik ga nog even kijken, weer vragen nog over hoe het komt dat mensen zich door het sporten vaak slechter voelen dan fitter. Ik denk dat we dat allemaal al wel behandeld hebben. Dan wil ik het hierbij laten. Of is er nog iets wat jullie heel graag willen vertellen aan de meer dan 1300 deelnemers die zitten te kijken? Nou, we hebben wel veel, denk ik, besproken. Ja, heel veel. En vragen die we niet kunnen beantwoorden vandaag, die gaan we gewoon op de website beantwoorden. Dus heel fijn dat jullie hier allebei zijn en zo'n heel uitgebreid verhaal hebben verteld over bewegen en sporten bij schildklierklachten. Dank jullie wel. Dat zijn de presentaties. We hebben ontzettend veel gehoord. Zoals ik al zei, gaan we met een link die u opgestuurd krijgt, kunt u terug gaan kijken hoe deze webinar is verlopen. Even terug naar deze week, de week van de schildklier. Ik denk dat het juist ook door de presentaties heel duidelijk is geworden hoe belangrijk de schildklier is. En dat het niet alleen belangrijk is voor ons, als betrokkenen, als patiënten, maar ook voor al die mensen die er nog geen weet van hebben. We horen vaak artsen zeggen dat er misschien nog wel 100.000 mensen rondlopen met misschien vage klachten die schildkliergerelateerd kunnen zijn. Dus als u erover praat en uitlegt, dan helpt dat ook die awareness verder te ontwikkelen. Deze week werken we er ook extra hard van voor als schildklierorganisatie in Nederland. En natuurlijk hebben onze vrijwilligers een hele grote rol daarin. Zoals u misschien weet hebben we een besloten Facebookgroep. Verschillende besloten Facebookgroepen. Via onze website kunt u zich daarvoor aanmelden. Daar kunt u terecht met vragen, problemen waar u tegenaan komt. Zij kunnen u vaak antwoord geven. En het helpt omdat dat allemaal ervaringsdeskundigen zijn om daar samen in een veilige omgeving over te praten. Daarnaast hebben we onze schildkliertelefoon. Daar zijn we als organisatie ontzettend blij mee. Elke week hebben wij vrijwilligers achter de telefoon die goed opgeleid zijn en uw vragen kunnen beantwoorden. En deze week, in de week van de schildklier, draaien ze zelfs heel veel extra uren, ook in de avonden, om u te woord te staan. Dus maak daar gebruik van. Ja, en op onze website ziet u allerlei ervaringsverhalen. En de ervaring is dat mensen die vragen hebben daar al vaak heel veel antwoorden vinden. Herkenning is fijn, erkenning. Dat het echt heel naar is om met schildklierklachten te lopen is ook heel prettig. Nou, alle informatie die we vandaag met u hebben gedeeld en die we ook al eerder vergaard hebben, die komen in een dossier, bewegen en sporten, en worden vermeld op onze website. Ik hoop dat u daar allemaal een kijkje gaat nemen en heel stiekem hoop ik ook dat u even gaat kijken naar de mogelijkheden om donateur te worden. Want voor ongeveer 3 euro per maand bent u donateur van de schildklierorganisatie in Nederland en krijgt u 4 keer ons mooie magazine Schild op de mat. Wij doen ons werk helemaal vanuit de donateurschappen, een klein beetje geholpen door het ministerie van VWS, maar we hebben ook donateurs hard nodig. Voordat het webinar gaat eindigen, nog even een mededeling dat aanstaande vrijdag om 11 uur we het webinar hebben over
de voeding, het gewicht. Dan spreekt Liesbeth van Rossen, misschien kent u haar. Ze heeft meerdere boeken uitgegeven met titels als Dik ben je niet voor de lol en Vet belangrijk. Lijkt me ook heel interessant. Voor de rest denk ik dat we nogmaals dank jullie wel zeggen. Dank jullie wel voor jullie komst. Maar blijf nog even kijken. We hebben een kort filmpje over wie Son is en wat we doen. En ik hoop u binnenkort weer te ontmoeten, fysiek of online. Dank u wel. Het is niet uit te leggen. Extreme vermoeidheid en grenzeloze lusteloosheid. Iedere schildklierpatiënt herkent dit. Schildklierorganisatie Nederland is dé landelijke patiëntenorganisatie voor mensen met een schildklieraandoening. De schildklier is van vorm net een vlinder. Hij zit boven het kuiltje in je hals. De schildklier maakt hormonen aan die in bijna alle organen een rol spelen. Maakt de schildklier te veel of te weinig hormonen aan? Het kan levensbedreigend zijn. En je zult dit probleem meestal je hele leven lang houden. Met ruim 30 jaar ervaring in huis denken wij vanuit de patiënt en proberen zo goed mogelijk een steun in de rug te zijn. In Nederland hebben ongeveer 1 miljoen mensen schildklierklachten. Dat is bijna net zoveel als het aantal inwoners van Amsterdam. De helft van deze mensen weet niet dat de schildklier de oorzaak van hun klachten is. Er is veel te vinden op internet, maar hoe vind je nu betrouwbare informatie en kun je op een veilige manier ervaringen met elkaar delen? Dankzij Son zijn de informatie- en contactbijeenkomsten landelijk fysiek en online. Heb je een vraag? Bel de schildkliertelefoon. Wil je ervaringen delen? Doe dat in de besloten Facebookgroep. In ons magazine Schild lees je alles over de nieuwste ontwikkelingen. We delen verhalen van andere mensen en je krijgt hele handige tips. Patiëntenorganisaties zoals Son vind ik belangrijk. Toen ik schildklierkanker kreeg, haalde ik mijn informatie van de website van Son. Ik heb heel veel gehad aan de besloten Facebookgroep. En ik heb me geabonneerd op het magazine Schild. Dankzij Son ontdekte ik dat er meer waren zoals ik. Wij bewaken continu dat de zorg voor mensen met een schildklieraandoening goed is geregeld. Regelmatig hebben we gesprekken met ministeries, apothekers, farmaceuten, zorgverzekeraars, behandelaars en andere maatschappelijke organisaties. Son stimuleert wetenschappelijk onderzoek voor een betere behandeling en zorg voor mensen met een schildklieraandoening. Focus is nu zorgen dat ongevraagd wisselen van medicijnen stopt en dat er een eind komt aan medicijntekorten. We zetten ons in voor Amanda, Jeroen, Naomi en vele anderen met een schildklierziekte, zodat ze een voldaan leven kunnen leiden en hun dromen waarmaken.